Goedemiddag, dames en heren. Het is een bijzondere eer en genoegen om op deze zonnige middag zoveel mensen te mogen welkom heten voor dit afscheidscollege. Het afscheidscollege, dat zat een beetje dubbel, want van de ene kant is het natuurlijk jammer dat iemand weggaat en van de andere kant is het een feestelijke bijeenkomst met zoveel collega's die hier vandaag zijn. Dus ik ben ook heel erg vereerd dat ik dit als eerste keer mag doen als prorector en dan meteen met zo'n grote aanwezigheid. Het afscheidscollege is getiteld Duurzaamheidsverslaggeving, Panacee of Doekje voor het Bloeden. En ik wil u, professor Dr. Vergoosen, ook heel graag het woord geven om deze uit te spreken. Dank u wel. Hooggeachte rechter Magnificus, hooggeleerde collega's, zeer gewaardeerde toehoorders. Bijna 23 jaar geleden, op 29 oktober 1999, stond ik hier op dezelfde plek om een inaugurele rede uit te spreken. Ik kan me het veelbelovende fin de siècle gevoel van toen nog goed voor de geest halen. Niet alleen bij mezelf, maar ook in de samenleving. Irene en ik waren nog niet zo lang getrouwd en onze zoon Floris, waarvan we toen nog niet wisten dat het een zoon zou worden en dat hij Floris zou gaan heten, was op komst. Ook qua carrière ging het mij voor de wind. Naast mijn benoeming hier in Maastricht was ik recentelijk toegetreden tot de directie van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, het Koninklijk NIVRA. Ook de toekomst van de wereld zag er aan het einde van de vorige eeuw, althans vanuit een westers perspectief, florissant uit. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en daarmee het einde van de Koude Oorlog leek alles beter te worden. In de Europese Unie werd ingezet op uitbreiding van het aantal lidstaten, verregaande integratie en de introductie van de eenheidsmunt, de euro. In het kielzog van de Europese samenwerking speelde de externe financiële verslaggeving van ondernemingen een betekenisvolle rol. Ook op dat vlak was er sprake van een zekere euforie, althans bij de meeste van mijn vakgenoten. We stonden in 1999 namelijk aan de vooravond van het gereedkomen van de International Financial Reporting Standards, de IFRS, die later tot Europese regelgeving zijn verheven en in de Europese Unie worden toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening door beursgenoteerde ondernemingen. Dat was het fin de siècle. Na een fin de siècle volgt uiteraard een début de siècle. Maar dat was niet zo fraai. Direct na de millenniumwisseling stapelden de problemen zich op. Aan het begin van de nieuwe eeuw werd de wereld opgeschrikt door de aanslagen van 9-11. De internetbubbel die op defecte beurzen uit elkaar spatte en een groot aantal bedrijfsschandalen zoals die van Enron, Parmalat en Ahold. In de twee decennia die volgden is het er eigenlijk niet beter op geworden. Denk maar aan de eurocrisis, de kredietcrisis, het vluchtelingenprobleem, de Brexit, de coronapandemie, een oorlog in Europa en als klap op de vuurpijl de gevolgen van de klimaatverandering die steeds grotesker vormen aan lijkt te nemen. Al deze gebeurtenissen hebben geleid tot een exponentiële toename van wet en regelgeving, internationaal, Europees en nationaal. Zo ook op het gebied van het ondernemingsbestuur, de corporate governance, de accountancy en de externe verslaggeving van ondernemingen. Ik zal me vandaag, en dat zal u niet verbazen, richten op laatstgenoemd vakgebied, de externe verslaggeving van ondernemingen, die op dit moment een onomkeerbare ontwikkeling doormaakt. In de van oudsher, met name op de financiële performance van ondernemingen gerichte externe verslaggeving, zal ook steeds meer betrouwbare informatie moeten worden verschaft die niet primair financieel van aard is, zoals die met betrekking tot corporate governance, ethische kwesties, sociale aangelegenheden en milieuaspecten. Daarmee worden ontwikkelingen gevolgd die zich met name in de westerse wereld manifesteren. Niet alleen de financiële prestaties van ondernemingen zijn van belang, maar er wordt ook steeds meer waarde toegekend aan onderwerpen als hoe het ondernemingsbestuur eerlijk en integer zaken doen borgt,
hoe de gezondheid en andere belangen van werknemers binnen een onderneming worden beschermd, hoe mogelijke schadelijke gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu worden voorkomen of gemitigeerd en omgekeerd hoe bijvoorbeeld milieuaspecten zoals klimaatverandering en teruglopende biodiversiteit de performance en het toekomstperspectief van een onderneming kunnen beïnvloeden. Dus de externe verslaggeving van ondernemingen wordt verbreed met wat wordt genoemd duurzaamheidsverslaggeving. In de Europese Unie wordt op dit vlak de laatste hand gelegd aan regelgeving die een aardverschuiving in de externe verslaggeving teweeg zal brengen. De vraag is nu, en dan kom ik tot het thema van mijn emeritaatsrede, of die uitbreiding van informatieverschaffing de ondernemingen tegemoet zal komen aan de informatiebehoeften in die maatschappij en daarmee zal leiden tot een duurzame samenleving. Anders gezegd, is duurzaamheidsverslaggeving een panacee, dat wil zeggen de sleutel of de oplossing om te komen tot die duurzame samenleving, of is het slechts een doekje voor het bloeden? Dat wil zeggen een vars of een fopspeen die daaraan in het geheel geen bijdrage zal leveren. Alvorens die vraag te beantwoorden, zal ik in het vervolg van mijn emeritaatsrede mijn licht achtereenvolgens laten schijnen over punt 1, wat onder duurzaamheidsverslaggeving wordt verstaan en hoe duurzaamheidsverslaggeving zich verhoudt tot de traditionele financiële verslaggeving. Ten tweede, hoe door de jaren heen in Nederland in de praktijk vorm is gegeven aan duurzaamheidsverslaggeving. Ten derde, de raamwerken die de afgelopen jaren ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving zijn ontwikkeld. Ten vierde, welke wet en regelgeving met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving op dit moment in Nederland van kracht is. Ten vijfde, in welke richting en op welke punten die wet en regelgeving in de nabije toekomst zal worden aangepast. En als laatste zal ik nog aandacht besteden aan de rol van de controlerend accountants bij duurzaamheidsverslaggeving. Het zal u duidelijk zijn dat gezien de tijd die mij ter beschikking staat, ik alleen de hoofdlijnen kan behandelen. Ik zal mijn emeritaatsrede dan ook verder in verkorte vorm uitspreken. De integrale versie van de rede zal zo meteen in de vorm van een boekje aan u worden uitgereikt. U kunt er in te zijner tijd naar uw believen een en ander nalezen. Dan nu eerst, wat is duurzaamheidsverslaggeving en hoe verhoudt die zich tot de traditionele financiële verslaggeving? Duurzaamheidsverslaggeving is eigenlijk alle verslaggeving die niet direct financieel van aard is. Hoewel de term duurzaamheid suggereert dat het hier alleen zou gaan om milieuverslaggeving, is dat, zoals juist al aangeduid, nadrukkelijk niet het geval. Het is dus veel breder. Begrippen die we in de context van duurzaamheidsverslaggeving vaak tegenkomen zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, Corporate Social Responsibility, CSR, People Planet Profit, PPP, en meer recentelijk de driedeling Environmental, Social en Governance, ESG. En dat mens, milieu en maatschappij, dat is eigenlijk iets van mij. Althans, ik ben niet eerder tegengekomen, maar dat zou je ook kunnen gebruiken, die context. Bij duurzaamheidsverslaggeving is het ondernemen niet uitsluitend gericht op economische performance, maar spelen sociale, ethische en ecologische aspecten van de bedrijfsvoering en de bijdrage die de onderneming levert aan de samenleving ook een tenminste even belangrijke rol. Duurzaamheidsverslaggeving kan op verschillende vormen worden vormgegeven. Het zij separaat door middel van een milieuverslag en of een sociaal verslag. Het zij opgenomen als onderdeel van of geïntegreerd met de bestaande financiële jaarverslaggeving. Op deze slide heb ik voor enkele belangrijke punten aangegeven waarop duurzaamheidsverslaggeving verschilt van de financiële verslaggeving. Er zijn meer verschillen, maar die zal ik later bespreken. In tegenstelling tot de financiële verslaggeving is de duurzaamheidsverslaggeving op dit moment slechts voor een beperkt aantal ondernemingen gereguleerd door middel van wet en regelgeving, die bovendien veel minder uitgekristalliseerd en gedetailleerd is. Maar, zoals ik zo meteen duidelijk zal maken, gaat dat in de nabije toekomst veranderen. Het doel van de externe financiële verslaggeving is een bijdrage te leveren aan het doelmatig functioneren van de economie. Door het op een getrouwe wijze inzicht te geven in de behaalde resultaten en de financiële positie van de onderneming.
Daarmee is de financiële verslaggeving van ondernemingen vooral bedoeld voor aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, zoals bankiers. Het doel van duurzaamheidsverslaggeving is daarentegen het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving. Door het op een duidelijke en evenwichtige wijze inzicht geven in relevante ecologische, sociale en governance aspecten van de bedrijfsvoering. De kring van belanghebbenden bij duurzaamheidsverslaggeving wordt veel groter verondersteld. De rol die accountants hebben bij de financiële verslaggeving, dat wil zeggen de controle van de jaarrekening, is gereguleerd en afgebakend. Bij duurzaamheidsverslaggeving is het verlenen van assurance door een externe onafhankelijke assurance provider echter nog niet gereguleerd, maar ook dat gaat binnenkort veranderen. Dan nu het tweede onderwerp, hoe door de jaren heen in Nederland vorm is gegeven aan duurzaamheidsverslaggeving. Om een beeld te krijgen van hoe de praktijk rondom duurzaamheidsverslaggeving zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, heb ik een groot aantal onderzoeken bekeken die zijn uitgevoerd vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw. Zeg maar vanaf de start van mijn academische loopbaan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam tot nu. Op de slide ziet u een aantal studies die in het boekje dat u straks uitgereikt krijgt aan de orde komen. Ik zal die nu niet verder bespreken, maar mij beperken tot de algehele afdronk die ik aan de bestudering van de onderzoeken heb overgehouden. En die afdronk is als volgt, en die kwam voor een deel ook al vanmiddag aan de orde tijdens het symposium dat is gehouden. Eerste plaats valt er door de jaren heen een verbreding van duurzaamheidsverslaggeving waar te nemen. In de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90 betreft het vrijwel uitsluitend informatie over milieuaspecten in de financiële jaarverslaggeving. Dat wil zeggen de jaarrekening en of het bestuursverslag. In de jaren daarna neemt het aantal ondernemingen dat een afzonderlijk milieuverslag publiceert toe. En zien we dat milieuverslagen zich steeds meer ontwikkelen in de richting van maatschappelijke verslagen. Waarbij naast milieuaspecten er ook aandacht is voor sociale onderwerpen en corporate governance. En in pakweg de afgelopen 5 tot 10 jaar verschijnen de eerste echte duurzaamheidsrapportages of verslagen waarin de financiële en niet-financiële informatie op een geïntegreerde wijze worden gepresenteerd. Het tweede punt. Op de tweede plaats lijkt het erop dat ondernemingen vooral lijken te worden getriggerd door externe prikkels om te rapporteren over duurzaamheid. Al dan niet in een separaat verslag. In de jaren 80... en 90 waren de totstandkoming van allerlei milieuwetten en de discussies daarover aanleiding om te rapporteren over milieuaangelegenheden. Ook de verslaggeving over corporate governance is pas op gang gekomen medio jaren 90, toen allerlei commissies op dat vlak met normen naar buiten traden. Eerst in de vorm van aanbevelingen en later in de vorm van een code. En sinds 2017 moeten in Nederland circa 115 grote organisaties van openbaar belang verplicht informatie verstrekken over milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, over eerbiediging van mensenrechten en over de bestrijding van corruptie en omkoping. Het lijkt er derhalve op dat ondernemingen doorgaans niet zo intrinsiek zijn gemotiveerd om duurzaamheidsinformatie te verstrekken. Daarnaast doet zich het fenomeen voor. Dat wordt aangeduid met de term greenwashing. Dat wil zeggen dat een onderneming een veel beter beeld van zich schetst, een groener beeld van zich schetst of een meer maatschappelijk verantwoord beeld dan zij daadwerkelijk is. Dit komt er dus eigenlijk op neer dat als we willen dat duurzaamheidsverslaggeving betekenisvol wordt, dat we dat dan moeten regelen op een soortgelijke manier zoals we dat met de financiële verslaggeving hebben gedaan. Dan nu het derde onderwerp, de raamwerken. Tot op heden is er betrekkelijk weinig wetgeving op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Maar in de afgelopen jaren is er wel, met name door niet-gouvernementele organisaties, een groot aantal raamwerken ontwikkeld die de ondernemingen op vrijwillige basis kunnen worden gebruikt in het kader van een externe verslaggeving, met name op het gebied van duurzaamheid. Het zijn er maar liefst zo'n 30, althans die 30 die worden genoemd in een concept, in de conceptrichtlijn van de Europese Commissie. De raamwerken verschillen voor wat betreft de onderwerpen die ze aansnijden, de mate van detail en de gebruikersgroepen waarop ze zich richten.
Ik zal de vier belangrijkste raamwerken benoemen. Dat zijn op de eerste plaats de standaarden van het Global Reporting Initiative, GRI. GRI richt zich op een brede kring van belanghebbenden, oftewel heeft een multi-stakeholder oriëntatie. De tweede die ik wil noemen, dat zijn de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD. De focus van TCFD ligt op de informatie over klimaatgerelateerde financiële risico's die met name van belang is voor vermogensverschaffers. Dan drie, het Integrated Reporting Framework van de International Integrated Reporting Council. Uitgangspunt van dit raamwerk is dat waarde niet alleen door of binnen een onderneming wordt gecreëerd, maar dat die ook wordt beïnvloed door de externe omgeving van de onderneming, de relaties met belanghebbenden, de stakeholders, en de beschikbaarheid en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen. Het doel is dan ook om de informatie over de strategie, governance, resultaten en toekomstverwachtingen van de onderneming samen te brengen. En ten vierde de standaarden van de Amerikaanse Sustainability Accounting Standards Board, de SASB. De SASB richt zich primair op de informatiebehoeften van aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen. Kenmerkend is dat de SASB voor iedere bedrijfstak, maar liefst 77 in totaal, een eigen unieke standaard heeft ontwikkeld. In verband met ontwikkelingen in de Europese Unie en internationaal, waar ik zo meteen nader op zal ingaan, is er een convergentietendens waarneembaar en werken organisaties die zich bezighouden met het opstellen en onderhouden van raamwerken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving steeds meer samen en dienen die raamwerken als inspiratiebron voor de komende wetgeving. Dan nu het vierde onderwerp. De huidige wet en regelgeving over duurzaamheid of niet-financiële verslaggeving van ondernemingen. De wetgeving over duurzaamheid of niet-financiële verslaggeving van ondernemingen vindt in Nederland haar basis in artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, over de inhoud van het bestuursverslag. Sinds jaar en dag bevat dit wetsartikel, zij het in beperkte mate, voorschriften die betrekking hebben op het verstrekken van niet-financiële informatie. Daarnaast bepaalt artikel 391 BW2 dat bij algemene maatregelen van bestuur nadere voorschriften kunnen worden gegeven over de inhoud van het bestuursverslag. De algemene maatregelen van bestuur die zijn verankerd in dat artikel en die met name gaan over verstrekking van niet-financiële informatie, die heb ik hier opgesomd. Het betreft het besluit inhoud bestuursverslag, het besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en het besluit bekendmaking niet-financiële informatie. Het besluit inhoud bestuursverslag stamt uit 2004 en is nadien een aantal keren aangepast. Op grond van dit besluit moeten beursgenoteerde ondernemingen in het bestuursverslag ingaan op de naleving van de zogeheten Nederlandse Corporate Governance Code. Daarnaast moeten grote beursgenoteerde ondernemingen op basis van het besluit bekendmaking diversiteitsbeleid informatie verstrekken over de doelstellingen, de uitvoering en de resultaten van het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen. De belangrijkste algemene maatregel van bestuur in de context van mijn emeritaatsrede is echter het besluit bekendmaking niet-financiële informatie, waar ik nu verder op zal inzoomen. Dit besluit is een uitvloeisel van de zogenaamde Non-Financial Reporting Directive, de NFRD. Dat is een richtlijn van de Europese Unie over niet-financiële rapportage die sinds 2017 in de Nederlandse wetgeving is verankerd. Het besluit bekendmaking niet-financiële informatie geldt alleen voor grote organisaties van openbaar belang. Dat wil zeggen voor beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers. In Nederland gaat het om naar schatting 115 ondernemingen. Zij moeten als onderdeel van het bestuursverslag een wat wordt genoemd niet-financiële verklaring openbaar maken die informatie bevat over het beleid, de resultaten van dit beleid, de belangrijkste risico's, de beheersing van die risico's en de niet-financiële prestatie in de kantoren ten aanzien van milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Ondernemingen kunnen bij het opstellen van de niet-financiële verklaring gebruik maken van nationale, Europese en internationale raamwerken. Ik heb daar zojuist vier voorbeelden van benoemd.
De accountant die de jaarrekening controleert, hoeft bij de financiële verklaring geen assurance te verschaffen. Bij de niet-financiële verklaring moet er staan, hoeft er geen assurance bij te verschaffen. Dat wil zeggen, hoeft die niet te voorzien van accountsoordeel. Grote OOB's, grote organisaties van openbaar belang, zijn ten aanzien van de niet-financiële informatieverschaffing overigens ook sinds kort rechtstreeks onderworpen aan Europese regelgeving. Dat wil zeggen aan de wat wordt genoemd taxonomieverordening. Op grond van die verordening moeten zij aangeven hoe en in welke mate hun bedrijfsuitoefening verband houdt met economische activiteiten die als ecologisch duurzaam kunnen worden bestempeld. Het gaat dan om het aandeel van de omzet, het aandeel van de kapitaaluitgaven en het aandeel van de operationele uitgaven die kunnen worden gerelateerd aan ecologisch duurzame economische activiteiten. Overigens is er naast de wetgeving ook nog regelgeving van de Raad voor de jaarverslaggeving. En wel in de vorm van een RJ-richtlijn, waarin de bepalingen van artikel 391 BW2 en de daaraan gekoppelde besluiten nader worden ingevuld en de handreiking voor maatschappelijke verslaggeving waarmee de Raad voor de Jaarverslaggeving beoogt ondernemingen een conceptueel kader te bieden dat ze kunnen gebruiken bij het opstellen van de verslaggeving over maatschappelijke aspecten van de bedrijfsvoering. Wat we kunnen vaststellen is dat de huidige wet en regelgeving met betrekking tot de niet-financiële informatieverschaffing erg globaal is. Veel keuzemogelijkheden kent en voor een groot deel vrijblijvend van aard is. En daarmee kom ik op het vierde onderwerp. In welke richting en op grond van welke wet en regelgeving gaat de duurzaamheidsverslaggeving in Nederland zich verder ontwikkelen? De contouren waarlangs de duurzaamheidsverslaggeving in Nederland zich verder zal ontwikkelen, tekenen zich duidelijk af met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD. Dat is een richtlijn van de Europese Unie die gaat over duurzaamheidsrapportage van ondernemingen. De CSRD moet de tekortkomingen van de huidige wet en regelgeving met betrekking tot de niet-financiële informatieverschaffing verhelpen en moet bijdragen aan het behalen van de doelen van het Parijse Klimaatakkoord. De CSRD maakt deel uit van een omvangrijk Europees regelgevingspakket dat erop is gericht de kwaliteit van de informatie over en de invloed van ondernemingen op het milieu en de maatschappij te vergroten en te verbeteren om zo de overgang naar een duurzame samenleving te ondersteunen. In dat kader spelen naast de CSRD ook nog andere Europese verordeningen en richtlijnen een belangrijke rol. Drie daarvan heb ik op de slide opgenomen. Ik zal daar gezien de beperkte tijd die ik heb nu niet over uitweiden. In het boekje doe ik dat uiteraard wel. Terug naar de CSRD. Die komt in de plaats van de NFRD, de Non-Financial Reporting Directive, en zal in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie moeten worden geïncorporeerd. Voordat ik inga op een paar belangrijke veranderingen, zal ik eerst de reikwijdte en de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving behandelen. Implementatie van de CSRD zal er in de Europese Unie toe leiden dat het aantal ondernemingen dat niet financiële informatie in het bestuursverslag moet verstrekken aanmerkelijk toenemen. Op dit moment zijn alleen grote organisaties van openbaar belang daartoe verplicht. Dat zijn dus de beursfondsen, de banken en de verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers die ik net noemde. In de nabije toekomst zal die verplichting gaan gelden voor alle beursgenoteerde ondernemingen, behalve als ze heel klein zijn, als ze micro zijn. En voor alle grote niet-beursgenoteerde ondernemingen, dat zijn grosso modo de niet-beursgenoteerde ondernemingen met tenminste 250 werknemers. In de Europese Unie gaat het dan om ongeveer 49.000 ondernemingen. In Nederland wordt het aantal ondernemingen dat onder de scope van de CSRD valt geschat op circa 3500. Het is de bedoeling dat de rapportageverplichting gebaseerd op de CSRD gefaseerd wordt ingevoerd. En het invoeringsschema heb ik op de slide opgenomen. Met ingang van boekjaar 2024, de grote OOB's,
de grote organisaties van openbaar belang. Dat wil zeggen de ondernemingen die op dit moment zijn onderworpen aan de op de NFRD gebaseerde wetgeving. Met ingang van boekjaar 2025 voor grote ondernemingen, niet zijn de grote OB's. Met ingang van boekjaar 2026 voor de middelgrote en de kleine beursfondsen. En daarnaast, en dat is later in de CSRD gekomen, daarnaast is het de bedoeling dat met ingang van boekjaar 2028 ook ondernemingen met een hoofdkantoor buiten de Europese Unie onder de reikwijdte van de CSRD gaan vallen als ze in de Europese Unie een omzet van tenminste 150 miljoen genereren en een vestiging in de Europese Unie hebben. Net als in de NFRD wordt in de CSRD een brede definitie ten aanzien van duurzaamheid gehanteerd. Ecologisch, sociaal en governance. Maar zoals ik al zei, is er een aantal belangrijke veranderingen. Ik behandel er vier. Eerste plaats, er moet worden gerapporteerd op basis van de zogenaamde dubbele materialiteit. Tweede, er moet informatie worden verschaft over mogelijke negatieve effecten van de waardeketen van de onderneming. Derde verandering, de duurzaamheidsrapportage moet verplicht worden opgesteld conform Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage. En een vierde belangrijke verandering is dat bij de duurzaamheidsrapportage zekerheid moet worden verstrekt, assurance moet worden verschaft. Ik zal op die vier punten nu nader ingaan. Dan eerst dus het rapporteren op basis van de dubbele materialiteit. Dat wil zeggen dat ondernemingen niet alleen verslag dat een onderneming niet alleen verslag moet doen op basis van de financiële materialiteit, maar ook op basis van de zogenaamde ecologische en maatschappelijke materialiteit. Financiële materialiteit wil zeggen dat een onderneming klimaatgerelateerde informatie rapporteert als dat nodig is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming. Het perspectief is als het ware outside in. Dat wil zeggen, het gaat daarbij om de financiële risico's die een onderneming loopt door bijvoorbeeld klimaatverandering of grondstoffenschaarste. Dat is primair van belang voor beleggers. Outside in is, zou je kunnen zeggen, de traditionele invalshoek in de externe verslaggeving van ondernemingen. Ecologische en maatschappelijke materialiteit wil zeggen dat een onderneming klimaatgerelateerde informatie rapporteert als dat nodig is voor een goed begrip van de invloed die de onderneming heeft op de buitenwereld. Hier is het perspectief dus inside out, oftewel het betreft het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu en de samenleving. Dit is van belang voor de brede groep van stakeholders, waaronder consumenten, werknemers, leveranciers en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Overigens zullen door de veranderende mindset ook steeds meer beleggers belang hechten aan informatie over de invloed op het klimaat van ondernemingen waarin zij beleggen. Het zal duidelijk zijn dat het voor ondernemingen nog heel wat voet in aarde zal hebben om aan die dubbele materialiteitsbenadering invulling te geven. Vooral ten aanzien van de ecologische en maatschappelijke materialiteit. Dan de informatieverschaffing over de waardeketen. Daar zitten, voor wat betreft de concretisering, wellicht nog meer haken en ogen aan dan aan de rapportering op basis van de dubbele materialiteit. De waardeketen omvat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zelf en die van de zakelijke relaties, zowel upstream als downstream, en van de betrokken productie- en toeleveringsketens. Ondernemingen die onder het werkingsgebied van de CSRD gaan vallen, worden geacht informatie te verstrekken over mogelijke misstanden en negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten in de gehele waardeketen ten aanzien van de naleving van mensenrechten en milieu. Ze moeten dus bijvoorbeeld nagaan in hoeverre grondstoffen milieubewust worden gedolven of aangekochte producten op een eerlijke, veilige en verantwoorde wijze worden geproduceerd. Ook zullen ondernemingen bij geconstateerde misstanden of negatieve effecten moeten bespreken welke maatregelen ze hebben genomen om die te voorkomen, te verhelpen of te mitigeren en wat de resultaten van die maatregelen zijn. Het is evident dat het voor veel ondernemingen geen sinecure zal zijn om daar een voldoende betrouwbaar beeld van te geven. De interne risicobeheersings- en managementinformatiesystemen zullen daarop dan ook moeten worden ingericht. Overigens zijn er nu
ook al ondernemingen die daar op inspirerende wijze invulling aan lijken te geven. De verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben voor de keten waarin ze opereren, betekent overigens dat het niet alleen beursgenoteerde en grote ondernemingen zijn die te maken krijgen met de wetgeving die uit de CSRD voortvloeit, maar dat ook ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hiermee zullen worden geconfronteerd, zodra ze bijvoorbeeld als leverancier of afnemer onderdeel uitmaken van de waardeketen van een beursgenoteerde of grote onderneming. Omdat beursgenoteerde en grote ondernemingen ook moeten rapporteren over duurzaamheid in hun waardeketen, kunnen zij immers hogere eisen gaan stellen aan hun partners in die keten. De derde belangrijke verandering is dat ondernemingen die informatie over duurzaamheidsaspecten moeten verstrekken, dat moeten doen in overeenstemming met nog een ontwikkeling zijnde Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage, die op basis van de driedeling Environmental, Social en Governance, dus ESG, worden opgezet. Op de slide heb ik het ESG-kader opgenomen waarlangs die standaarden voor duurzaamheidsrapportage moeten worden opgesteld. En de onderwerpen die op grond van de CSRD in die standaarden moeten worden behandeld. Op verzoek van de Europese Commissie wordt door de European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, aan de totstandkoming van die standaarden voor duurzaamheidsrapportage gewerkt. Zij worden European Sustainability Reporting Standards, ESRS, genoemd. Het is de bedoeling dat de door EFRAG ontwikkelde standaarden te zijner tijd door de Europese Commissie worden vastgesteld en in de vorm van wat wordt genoemd gedelegeerde handelingen worden uitgevaardigd. In de CSRD is vastgelegd dat de Europese Commissie uiterlijk op 30 juni 2023 een eerste set van algemene standaarden zal vaststellen. Uiterlijk op 30 juni 2024 gevolgd door een tweede set van aanvullende en sectorspecifieke standaarden. Die tweede set is nodig aangezien de duurzaamheidsaspecten waarmee een onderneming te maken heeft voor een groot deel samenhangen met de bedrijfstak of de bedrijfstakken waarin zij acteert. Op deze slide een opsomming van de 13 Europese standaarden behorende tot de eerste set die eind april 2022 in concept naar buiten zijn gebracht voor commentaar en die dus rekening houden met de ontvangen opmerkingen binnen niet al te lange tijd zullen worden vastgesteld door de Europese Commissie. En deze standaarden omvatten in totaal maar liefst 395 pagina's. En hier komen te zijner tijd nog eens naar verwachting circa 1000 pagina's aan sectorspecifieke standaarden bij. De vraag die zich opdringt is of het opstellen van omvangrijke eigen Europese standaarden wel verstandig en nodig is. Immers, er zijn al diverse organen bezig geweest met het formuleren van kaders, standaarden, normen en aanbevelingen. Ik heb zojuist 4 van die raamwerken kort de revue laten passeren. Daarnaast heeft de International Financial Reporting Standards Foundation, IFRS Foundation, in november 2021 de International Sustainability Standards Board, de ISSB, opgericht, die IFRS Sustainability Disclosure Standards gaat concipiëren en uitvaardigen en daarbij steunt en nauw samenwerkt met bestaande organisaties. De ISSB heeft eind maart van dit jaar al een tweetal conceptstandaarden gepubliceerd, waarvan het de bedoeling is dat die nog voor het jaar einde definitief worden gemaakt. In de CSRD geeft de Europese Commissie aan dat bij het formuleren van de eigen Europese standaarden zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met bestaande wereldwijde initiatieven. Hoewel de Europese Commissie op dit moment veel verder lijkt te zijn met de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, waren het in mijn optiek beter geweest om aansluiting te zoeken bij de ISSB en actief daarin te participeren. Waarom het wiel steeds opnieuw proberen uit te vinden? Ondernemingen, met name als ze internationaal opereren of waardeketens hebben die beginnen of eindigen buiten de Europese Unie, zijn gebaat met één set van standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving die wereldwijd wordt aanvaard. In de Europese Unie zou dat kunnen worden gerealiseerd of geregeld naar analogie van de International Financial Reporting Standards,
die in de Europese Unie moeten worden toegepast door beursgenoteerde ondernemingen. De IFRS worden opgesteld door de International Accounting Standards Board, de IASB, net als de ISSB, een orgaan dat resorteert onder de IFRS Foundation. Nu is het wel zo dat het primaire doel dat de Europese Unie met duurzaamheidsverslaggeving nastreeft, afwijkt van het doel dat de ISSB voor ogen heeft. De Europese Unie wil dat duurzaamheidsverslaggeving heel nadrukkelijk een bijdrage levert aan een duurzame samenleving en gaat uit van een brede groep van belanghebbenden. Dus ze hebben een multi-stakeholder oriëntatie. De ISSB daarentegen richt zich met name op de kapitaalmarktdeelnemers. Dus ze hebben een capital market of shareholder oriëntatie. Dit neemt niet weg dat de IFRS Foundation ook wel oog lijkt te hebben voor het brede maatschappelijke belang van duurzaamheidsverslaggeving, gezien de samenwerksverbanden die het afgelopen jaar zijn aangegaan met diverse bestaande organisaties. Het zal duidelijk zijn dat het regelgevende proces op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving op dit moment erg rommelig oogt en sterk in beweging is. En dat zal naar mijn inschatting de komende jaren nog wel zo blijven. Maar uiteindelijk is in ieder ermee gebaat als één wereldwijd geaccepteerde set van standaarden tot stand komt. Wat ook nieuw is en zeer belangwekkend, is dat de CSRD expliciet eist dat er bij de duurzaamheidsrapportage zekerheid, oftewel assurance, wordt verstrekt. En dat het afgeven van die zekerheid niet is voorbehouden aan de accountant die de jaarrekening controleert. Dat wil zeggen, ook andere zogenoemde onafhankelijke verleners van assurance diensten mogen dat gaan doen. In de Engelstalige richtlijn zijn dat de Independent Assurance Service Providers. Het feit dat de CSRD aan de EU-lidstaten de mogelijkheid biedt om voor het afgeven van assurance bij duurzaamheidsrapportages naast controlerende accountants ook andere onafhankelijke verleners van assurance diensten in te schakelen, betekent dat hier kapers op de kust zijn voor het accountantsberoep dat niet echt een goede track record heeft voor wat betreft de toetsing van het bestuursverslag waarvan de duurzaamheidsrapportage te zijner tijd deel gaat uitmaken. Uit een spin-off van een onderzoek naar de kwaliteit van bestuursverslagen dat ik samen met een collega op Nijenrode heb gedaan, blijkt namelijk dat de door ons onderzochte bestuursverslagen nogal wat tekortkomingen hebben, terwijl de betrokken accountants daar in geen enkel geval in de verklaring een opmerking over hebben gemaakt. Integendeel, we zijn alleen maar accountsverklaringen tegengekomen waarin wordt gesteld dat het bestuursverslag voldoet aan de wet. Accountants lijken daarmee hun huidige rol bij bestuursverslag te veronachtzamen. Willen accountants betrokken blijven bij de aanstaande uitbreiding van het bestuursverslag met de duurzaamheidsrapportage en de concurrentieslag met andere onafhankelijke verleners van assurance diensten niet verliezen, dan zullen zij hun huidige rol bij de toetsing van het bestuursverslag moeten waarmaken. Ik heb hierover een opinieartikel geschreven dat in januari 2020 is verschenen in het Financiële Dagblad onder de titel Accountants schieten tekort bij toetsing bestuursverslagbedrijven. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat de NBA wel zou reageren op dit artikel, maar dat is niet gebeurd. In die maand verscheen ook het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancy Sector, de CTA. En waarschijnlijk was de NBA vooral daar druk mee. Sejant is dat de CTA in dat rapport aanbeveelt dat de toetsing van de niet-financiële informatie niet moet worden voorbehouden aan accountants. De CTA refereert daarbij aan een Brits rapport waarin wordt gepleit voor wat wordt genoemd corporate auditing. Dat wil zeggen een audit waarbij naast de accountant die de jaarrekening controleert, een aantal specialistische auditors, subject-specific auditors, op andere terreinen is betrokken. Zoals op het gebied van milieu, sociale aspecten, ethische aangelegenheden, corporate governance en cybersecurity. Overigens is het zeer opmerkelijk dat in een in maart 2022 uitgebracht rapport van het Europees Parlement over de CSRD een voorstel is opgenomen om te verbieden dat de accountant die de jaarrekening van een onderneming controleert tevens assurance verstrekt bij de duurzaamheidsrapportage van die onderneming, omdat dit de onafhankelijkheid van de accountant in gevaar zou kunnen brengen. Hoewel ik van mening ben dat de controlerende accountant zijn rol bij het verlenen van assurance bij niet-financiële informatie nog moet waarmaken, ben ik tegenstander van zo'n verbod.
Ik zie hier niet direct een onafhankelijkheidsprobleem. Door op adequate wijze verlenen van assurance bij zowel de jaarrekening als de duurzaamheidsrapportage van een onderneming kan de eindverantwoordelijke accountant in mijn ogen zijn rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijke verkeer juist meer dan ooit waarmaken. Het is dan ook goed dat het voorgestelde amendement niet is overgenomen. Ten slotte is nog vermeldenswaardig en in zekere zin ook bewonderenswaardig dat in de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2020 van toen nog Royal Dutch Shell de controlerend accountant de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van accountscontrole benoemt en meldt dat die informatieverschaffing daarover in het bestuursverslag en de jaarrekening niet consistent is. Shell handelt volgens accountant niet in overeenstemming met eigen klimaatdoel, was de kop op nu.nl. In de Tweede Kamer zijn naar aanleiding van dit bericht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld. Onder meer of hij erkent dat er sprake is van greenwashing. De staatssecretaris die de beantwoording op zich heeft genomen, geeft hier echter geen antwoord op. In plaats daarvan verwijst zij naar de reclamecodecommissie. Alsof het jaarverslag een soort reclamebrochure is. Hoe het ook zij, wellicht dat de actie van de controlerende accountant van Shell het begin is van een nieuwe trend en de discussie over de rol van accountants bij duurzaamheidsverslaggeving ten goede komt. Dan kom ik nu tot de afronding van mijn betoog. Duurzaamheidsverslaggeving, panacee of doekje voor bloeden? Tja, wat is daarop het antwoord? Is duurzaamheidsverslaggeving een panacee, dat wil zeggen een wondermiddel waarmee aan de informatiebehoeften van alle belanghebbenden wordt voldaan en dat daarmee de op basis daarvan genomen beslissingen onherroepelijk leiden tot een duurzame samenleving? Of is het een doekje voor het bloeden, dat wil zeggen een middel waarmee het lijkt alsof aan de informatiebehoeften van belanghebbenden tegemoet wordt gekomen, maar dat dat in werkelijkheid niet zo is, met als gevolg dat op basis daarvan genomen beslissingen weliswaar doordacht, maar uiteindelijk niet duurzaam blijken te zijn. Duurzaamheidsverslaggeving is in ieder geval geen panacee. Dat had u denk ik ook al verwacht. Het is sowieso een utopie om te veronderstellen dat aan alle informatiebehoeften kan worden voldaan. Het maakt overigens niet uit of het daarbij gaat om financiële of niet-financiële informatie. Het grote voordeel van financiële informatie ten opzichte van niet-financiële informatie is dat die doorgaans kan worden uitgedrukt in geldeenheden. Ook zijn er min of meer vast omschreven financiële kengetallen omtrent solvabiliteit, de liquiditeit en de winstgevendheid van de onderneming. Dit komt de vergelijkbaarheid van financiële informatie ten goede, zowel in de tijd gezien voor een bepaalde onderneming als tussen ondernemingen op een bepaald moment of over een bepaalde periode. In tegenstelling tot de financiële informatieverschaffing in de jaarrekening, waarvoor gedetailleerde en behoorlijk uitgekristalliseerde regelgeving bestaat, is het vaak nog niet duidelijk welke niet-financiële prestatieindicatoren of kengetallen moeten worden verstrekt of niet eenduidig geregeld hoe die moeten worden bepaald. De regelgeving met betrekking tot de duurzaamheidsverslaggeving is verre van uitgekristalliseerd en de vraag is of dat snel zal gebeuren. Dit komt onder meer door het brede spectrum waarover moet worden gerapporteerd en het sterk uiteenlopende karakter van ondernemingen, waardoor relevante niet-financiële prestaties erg zullen afhangen van de bedrijfstak of bedrijfstakken en de omgeving waarin een onderneming acteert. De niet-financiële prestaties van ondernemingen kunnen haast niet limitatief worden beschreven en ze zijn vaak lastig te meten en te wegen, onder andere omdat ze niet goed in geld kunnen worden uitgedrukt. Niet of niet goed, hè? De duurzaamheidsinformatie die ondernemingen moeten verstrekken zal dan ook over het algemeen moeilijk met elkaar kunnen worden vergeleken. Als duurzaamheidsverslaggeving geen panacee is, is het dan een doekje voor het bloeden? Nee, dat ook weer niet. Of beter gezegd, we moeten zien te voorkomen dat het dat wordt. Of dat het zo door belanghebbenden wordt ervaren. Daartoe zal duurzaamheidsverslaggeving aan een hele belangrijke eis moeten voldoen. Namelijk dat er door ondernemingen een eerlijke en evenwichtige analyse wordt gegeven over de onderscheiden duurzaamheidsaspecten. Dus geen window dressing of greenwashing, dat we zeggen niet alleen kon doen van de succesverhalen. Ook is het van belang dat op een adequate wijze invulling wordt gegeven aan de dubbele materialiteitsbenadering en de ketenverantwoordelijkheid. Begrippen
die in de traditioneel op vermogensverschaffers gerichte financiële verslaggeving geen rol van betekenis spelen. Dus niet alleen de impact op ondernemingen, outside in, maar ook de impact van ondernemingen, inside out, en hoe presteren de leveranciers en afnemers van een onderneming op duurzaamheid. Het zal een hele uitdaging worden om hier vorm aan te geven. Zoals gezegd, is het een utopie om te veronderstellen dat aan alle informatiebehoeften kan worden tegemoetgekomen. Hier ligt een uitdaging voor de regelgevers, voor EFRAG op Europees niveau en voor de ISSB op internationaal niveau, die nader invulling moeten geven aan eisen waaraan de duurzaamheidsverslaggeving moet voldoen. De standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving mogen niet te stringent en te gedetailleerd zijn, waardoor ondernemingen niet alleen te maken krijgen met lastenverzwaringen, maar wellicht ook met een schier onmogelijke opgave om de vereiste informatie te verzamelen en waardoor belanghebbenden worden geconfronteerd met een overdaad aan informatie of een gegevenssmoke, met als gevolg dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Aan de andere kant mogen de standaarden ook niet te globaal en te vrijblijvend zijn. Ze moeten zo zijn geformuleerd dat ze aan ondernemingen voldoende ruimte bieden om in hun duurzaamheidsrapportage in te spelen op de eigen specifieke situatie, zonder dat dat gepaard gaat met enige vorm van greenwashing. Het uiteindelijke doel van duurzaamheidsverslaggeving is om ondernemingen aan te zetten en te motiveren hun bedrijfsactiviteiten zodanig in te richten dat deze bijdragen aan een betere duurzame samenleving, waarin rekening wordt gehouden met milieu, mens en maatschappij. Ik weet eerlijk gezegd niet waar het uiteindelijk op uitdraait. De tijd zal het leren. Het wettelijke en regelgevende speelveld is volop in ontwikkeling. Ook is nog veel onduidelijk en zal in de praktijk nader vorm moeten krijgen. Het is wel zo dat je kunt stellen dat externe verslaggeving disciplineert. In die zin dat als informatie door een onderneming eenmaal in het publieke domein is gebracht, zij dat niet meer zomaar omheen kan of op terug kan komen. Op die manier kan transparantie over duurzaamheidsaspecten een verandering teweeg brengen, maar het is niet meer dan een hulpmiddel. Het is een noodzakelijke voorwaarde, maar daarmee nog geen voldoende voorwaarde om te komen tot die betere duurzame samenleving. We gaan een ontwikkelingstraject in waarvan niemand de uitkomst precies weet en waar ook allerlei omstandigheden een rol zullen gaan spelen waarop we geen grip hebben. Niet als individu, niet als onderneming, niet als bedrijfsleven, niet als Nederland, niet als Europese Unie en ook niet als wetenschap. Hooggeachte rechter Modificus, er is mij nog het dankwoord. De collega's van het departement Accounting and Information Management dank ik hartelijk voor de fijne samenwerking die ik gedurende bijna een kwart eeuw heb ervaren. Dat geldt in het bijzonder voor Roger Meuwissen, Harald Hassink, Peter Sampers, Elise Theeuwen, Sabine Galema, Sascha Bruyne, Tanja Kikke en Leon Timmermans. Daarnaast wil ik Jacques Koenen, waarmee ik vooral intensief heb samengewerkt in de jaren dat ik directeur was van onze accountantsopleiding en die 3 jaar geleden met pensioen is gegaan, nogmaals hartelijk danken. Onze accountantsopleiding MURA, oftewel de Maastricht University opleiding tot registeraccountant, dank ik voor het organiseren van het symposium Sustainable Accountancy, dat de middag ter gelegenheid van mijn afscheid heeft plaatsgevonden. In het bijzonder dank ik de 3 sprekers. Professor Nancy Kamp-Roelands van de Rijksuniversiteit Groningen, professor emeritus Willem Buijink van Tilburg University en professor Peter Sampers van Universiteit Maastricht. Ook wil ik de studenten aan wie ik college mocht geven heel nadrukkelijk noemen. Naast de mooie en unieke stad die Maastricht is, zijn zij vooral voor mij de reden geweest om de lange reis vanuit de Randstad te maken. Hoe belangrijk die studenten voor me zijn, is met name tot mij doorgedrongen in de coronaperiode, toen een deel van de colleges online heb moeten geven. Dat online college geven, dat is niks voor mij. Ik zit bij wijze van spreken nog liever 5 uur in de auto om hier in Maastricht fysiek college te geven, dan dat ik vanuit ons huis in Bussum online college geef. Fysieke colleges en de interactie met studenten zijn weliswaar ontspannend,
maar geven mij energie, terwijl digitale colleges zeer vermoeiend zijn en mij een onbevredigend gevoel geven. En het is ook dan niet voor niks dat die foto zeg maar ook op de voorkant van het boekje staat. Gaat er iets mis? Dan natuurlijk het thuisfront, mijn vrouw Irene en onze zoon Floris. Floris, al vanaf je geboorte kom je in Maastricht. Je moeder en jij gingen geregeld met me mee als ik college moest geven. In de middagpauze lunchten we dan vaak samen en 's avonds aten we friet met zuurvlees. Bij gelegenheid op of rond het Vrijthof of het Onze Lieve Vrouwenplein. Je hebt daardoor een speciale band met Maastricht opgebouwd. Maar eigenlijk beginnen jouw lievelingssteden allemaal met een M. Zo zijn daar naast Maastricht Monte Carlo, vanwege het belastingklimaat. Miami, vanwege het Ultra Music Festival dat er jaarlijks plaatsvindt. Milaan, vanwege de modemerken Armani en Versace. Moskou, vanwege het Kremlin, maar die stad heeft de laatste tijd belangrijk aan populariteit ingeboet. En natuurlijk Mokum. Niet alleen omdat je daar studeert en sinds kort woont, maar ook omdat daar een groot deel, zeg maar de helft, van jouw familiegeschiedenis ligt. Zo is daar een overgrootvader van jou, die al eind, daar zijn je pas achtergekomen nadat je met je studie bent begonnen. Zo is daar een overgrootvader van jou die al eind jaren 50 heeft gepoogd om vanuit Amsterdam een commerciële tv-zender in Nederland van de grond te krijgen. Maar helaas vond hij, net als Joop van den Ende, 30 jaar later met TV10, Politiek Den Haag tegen zich. En verder is dan bedovergrootvader, dan weer een andere tak van jou, die begon 1903 als commissionair in effecten, een effectkantoor op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. En van beide voorouders lijkt je iets te hebben meegekregen. Je studeert immers aan de Filmacademie, de connectie met je overgrootvader. En, een van je grote hobby's is het beleggen in aandelen. Dat doe ik ook. Ik beleg ook tegenwoordig. Sinds ik bij BDO weg ben, beleg ik ook in aandelen. Alleen we hebben een andere beleggingsstrategie. Floris die belegt op dividendrendement. Is dus een lange termijn belegger. En ik wil graag profiteren van koerswinsten. Dus is korte termijn. En als ik kijk naar onze portefeuilles die we met elkaar vergelijken, dan zit hij in het groen en ik zit in het rood. Dus een hele slimme strategie, Floris. Ja, hou zo. Floris, trek je eigen plan en doe vooral dingen waar je energie van krijgt. Lieve Irene, we kennen elkaar langer dan 34 jaar. Het waren allesoverziende hele mooie jaren en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Je hebt steeds onvoorwaardelijk naast en achter mij gestaan. En daarbij heb je het niet altijd even makkelijk gehad. Zonder jou had ik hier niet gestaan. Niet in 1999 en dus ook niet vandaag. Daarvoor wil ik jou uit de grond van mijn hart bedanken. Wat mij met name de laatste 10 jaar duidelijk is geworden, is dat onze band onverbrekelijk is. Irene, dank je wel. Ben ik die helemaal vergeten door te klikken. Dus ik laat deze nog even staan. Oké, dat was Irene. Ik ga nu met emeritaat. Maar dat betekent nog niet dat ik mijn toga aan de wilg hang. Ik zal mijn Maastrichtse toga ook als emeritus professor van de Universiteit Maastricht blijven dragen. Hier in Maastricht, als zich een gelegenheid daartoe voordoet, maar ook op Nijenrode, waar ik voorlopig nog niet met emeritaat ga. Op Nijenrode dragen de hoogleraren tijdens diploma-uitreikingen hun toga. En als ik de afgestudeerden dan toespreek, vertel ik altijd met trots waarom ik een toga draag die afwijkt van de aanwezige collega-hoogleraren. Zeer gewaardeerde toehoorders, ik dank u voor je aandacht. Ik heb gezegd. Professor Vergozen, Ruud, heel hartelijk dank. De
Ik denk dat de inspiratie voor de studenten die voor al die jaren heeft gegolden ook uit deze reden sprak. Ik kom niet uit het accountingveld, maar ik heb echt met enorme bewondering geluisterd hoe het niet alleen een verslag was van de ontwikkeling van de duurzaamheidsverslaggeving in het veld, maar ook hoe het aan allerlei andere gebieden binnen de bedrijfskunde raakt. Bijvoorbeeld het gedrag van mensen binnen organisaties. En ik denk dat het, en dat is eigenlijk wel een mooi kenmerk van een afscheidscollege, dat het zoveel aanknopingspunten biedt voor nieuwe vragen, voor onderzoek, van dat ook de mensen die hier achterblijven daar nog lang mee vooruit kunnen. En ik wil eigenlijk ook van deze gelegenheid gebruik maken, voordat ik de volgende spreker het woord geef, om je heel hartelijk te bedanken namens het bestuur van de Universiteit Maastricht en natuurlijk ook van het bestuur van de School of Business and Economics. Het is heel bijzonder, denk ik. De persoon die je in 1999 hier naartoe gehaald heeft, Willem Buijing, die zit schuin achter je, dat hij hier ook aanwezig is. Dat je al die jaren hier geweest bent met uitstekende evaluaties voor onderwijs. Dus jouw hart gaat niet alleen uit naar de studenten. Het hart van de studenten gaat ook duidelijk uit naar jou. En alle dingen die je voor collega's en voor het vak in betekend hebt. Dus heel hartelijk dank. En ik denk dat daar nog meer over kan zeggen is mijn collega professor Dr. Roger Meumissen. Hij is ook leraar controle en auditing aan de faculteit, de School of Business and Economics. En ik geef hem nog even graag het woord voordat we deze academische zitting afsluiten. Beste Ruud, je bent zojuist nog even toegesproken door onze pro-rector. Maar namens de afdelingen, namens de Mura, wil ik graag nog even het woord tot je richten. Hè. Ik bedoel, je hebt een indrukwekkende carrière achter de rug. Je hebt aangegeven, je bent bijna 24 jaar in Maastricht geweest als hoogleraar. Maar daarnaast heb je heel veel andere dingen gedaan. Hè. Je bent lid geweest van de directie van de NIVRA. Je bent partner geweest bij BDO. Je hebt bij EY, was je hoofdvaktechniek. En je bent nog hoogleraar. Bij Nijenrode. Nou goed, je gaat hier stoppen. Je hebt enorm veel kennis van het vakgebied. En dat gaan we missen. Dus dat is iets wat ik echt even wil uitspreken. Inderdaad, je bent door Willem destijds naar Maastricht gehaald. Die zit nu achter je nog steeds te glimmen van trots dat hij jou hier zo ziet zitten. Maar we gaan het missen. En het grappige is, je benaderde me vorig jaar, het zal nu een maand of 8 geleden zijn, van Roger, ik wil met emeritaat. En mijn eerste reactie was, die Ruud die is er nog in 67. Zo bekeek je nog eens, zo ziet hij er ook niet uit, hij is nog geen 67. Maar goed, we raakten in gesprek en ik begreep wel jouw argumenten, van je zei, nou, ik wil toch gaan stoppen. Ik heb zoveel dingen op mijn bordje liggen. Hè. Ik ben hoogleraar in Maastricht. Ik ben ook nog hoogleraar in Nijenrode. Daar wil ik toch voorlopig mee doorgaan. Maar ik wil het gewoon wat rustiger aan gaan doen. En die reis van Bussum naar Maastricht, die wordt iedere keer langer. En ja, ik wil dat graag gaan afbouwen. Dus weet je, en toen dacht ik ook, nou goed, weet je, dat is zo, dat is een beslissing, maar dat vinden we heel jammer. En ik zou je, en dat ben ik niet alleen, dat is de hele afdeling, en ik zou je ook aangeven waarom dat jammer is dat je bij ons stopt. Want ik heb de samenwerking met jou altijd heel prettig gevonden. Bij jou is het vak externe verslaggeving in goede handen. De nieuwste ontwikkelingen verwerkt je in het onderwijs. Als onze toezichthouder CEA een nieuwe eindterm uitvaardigde, dan had je helemaal een jaar erin zitten zo ongeveer, omdat je wist wat er kwam. Wat dat betreft zat daar echt inhoudelijk gewoon heel veel kennis die we enorm waardeerden. En je kreeg fantastische onderwijsevaluaties. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En ik kon ook altijd als directeur voor een strategisch advies bij jou terecht. Hè. Ik bedoel, je bent zelf oud-directeur van de opleiding, dus je hebt met het bijltje zelf gehakt. En je hebt je laatste strategisch advies daarin is dat je zei, Roger, we noemen het vak nu financial accounting. Ik ben hoogleraar internationale externe berichtgeving, maar dat vak moet gewoon corporate reporting gaan heten. En dat moeten we in Nederland zo gaan invoeren. Dus Ruud, ik ga ervoor pleiten dat we dat zo gaan doen, dat ik jouw laatste advies daarin ga opvolgen.
En verder, je had gewoon een hele professionele instelling. Je leverde gewoon wat er geleverd werd. Hè. En dat was mooi. En wat onderzoek betreft, dat is ook het vermelden waard. Hè. Je hebt echt in het begin, toen je bij ons kwam, in de toptijdschriften gepubliceerd op het gebied van financial accounting. Heel knap. En op een gegeven moment heb je dat wat meer verschoven naar de professional journals. Maar ook daar hield jij steeds de praktijk een prachtige spiegel voor. Hè. Ik denk nog maar even aan het afscheid wat we hebben gehad een aantal jaar geleden met Sjaan Koenen. Daar heb je ook een voordracht gegeven. Je kijkt naar de rapportageverplichtingen van ondernemingen. En jij ziet dat heel veel ondernemingen of niet op tijd deponeren of veel te laat. En ja, daar houd je echt het beroep een spiegel voor. Dus dat doe je gewoon heel erg goed. En dus wij gaan je als afdeling en als accountsopleiding, ik spreek er ook namens de accountsopleiding van de Universiteit Maastricht, gaan we je noden missen. Hè? Maar inderdaad, wie je het meest gaat missen, zijn onze studenten. Ik heb al aangegeven, jij kreeg hele hoge evaluaties. En ik zal het even uitleggen ook voor de mensen in het publiek. Iedere docent wordt bij ons geëvalueerd. En na een onderwijsblok geven studenten een evaluatie en geven aan wat ze van die docent vinden. En jij werd daar altijd als onze topdocent geëvalueerd. En om toch iedereen een beetje inzicht te geven in wat die studenten dan noemen in die evaluaties, heb ik er een paar opgeschreven. Dus ik ga even citeren uit die evaluaties, Ruud. Niet schrikken. Het is voor de laatste 10, 15 jaar. De eerste. Zeer deskundige man die prettig en op goed tempo de stof behandelt. Nou, dat is een goeie, hè? Daar kunnen we mee. De volgende. De docent heeft enorm veel kennis en dat is goed te merken. Echter gaat hij enorm snel door de stof heen, waardoor je alleen maar bezig bent met meetypen. Maar dat zij hem vergeven, want hij legt goed uit. Dus Ruud, die mag je ook in de pocket steken. Een andere. Ruud kon dingen erg goed en duidelijk en gestructureerd uitleggen, waardoor ik de stof goed opnam en de colleges als prettig ervoer. En het is een goed geklede man verder. Dus onze studenten letten niet alleen op het onderwijs, maar ook op dat soort zaken. Ik dacht, ik neem het toch maar even mee. En zo kan ik nog uren hier doorgaan. Dat ga ik niet doen, maar dat kan nog uren doorgaan. Dus Ruud, je begrijpt dat je echt een grote leegte achterlaat. En ik spreek dan ook namens mijn collega professor Hassink, die jammer genoeg niet hier kan zijn, maar wel zo meteen op de receptie. Hij heeft onderwijs, dus ik moest hem even verexcuseren. Maar je hebt ook daar het onderwijs gedraaid in de controlesopleiding. Dat waardeerde hij ook. Dus ik spreek deze woorden ook namens hem. Gelukkig, hè, we gaan je missen, maar we hebben een goede opvolger gevonden in de persoon van Peter Sampers. Peter zit daar. Peter neemt jouw taken over vanaf nu. En daarmee houden we het onderwijs eigenlijk een beetje, je gaf het al aan, in de familie. Jullie zijn niet alleen op dezelfde dag geboren. Je gaf het al een beetje cryptisch aan vanmiddag dat jullie dezelfde stamboom hebben. Nou, jullie zijn achterneven. Hè? Dus ik hoop inderdaad, Peter, dat als de eigenschappen van Ruud bij jou in de familiegenen zitten, dat onderwijs wel snor zit op het gebied van financial accounting. En daar ga ik eigenlijk wel van uit. Dus wat dat betreft moet het goed gaan komen, Ruud. Je hebt een mooi afscheidscollege gegeven op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Onderwerp dat echt de accountantswereld de komende jaren in de greep houdt. Je hebt je daar volledig in verdiept. En wat ik mooi vond is dat je me ook de afgelopen maanden steeds updates gaf van als je weer iets nieuws had bedacht. Roger, dat moeten we gaan doen of dit. Je hebt ook duidelijke ideeën over hoe we dit soort zaken in het onderwijs moeten gaan inbedden. En ik ontdekte eigenlijk een beetje daar. Natuurlijk heb ik eens een beetje ook naar jou, nog een keer naar jouw cv gekeken. En daar viel me iets op en dat vond ik wel heel grappig. Jij bent ooit in je carrière gestart, je zult het zelf wel weten, als journalist bij de Dagblad de Limburger ooit. In je vroege carrière. Wat zeg je? Limburgs Dagblad. Ah, de grote concurrent, oei. Maar ze zijn nu gefuseerd. Dat mag nu. Hè? En het grappige is, ik ontdekte echt daar die onderzoekende geest van een goede onderzoeksjournalist. En wat dat betreft mag Nijenrode daar nog de komende jaren van blijven profiteren. Dus maak daar gebruik van, zou ik zeggen, aan mijn collega's bij Nijenrode. Tot slot wil ik even het woord richten aan Irene en Floris.
Irene, Ruud heeft mij verzekerd dat hij, nu die in Maastricht stopt en wat minder lange reizen naar het zuiden maakt, wat minder onderwijs, dat hij echt minder hard gaat werken en vaker thuis is. Ja, ik kan het niet controleren, dus jij moet die taak voor mij gaan. Hopelijk ga je dit merken de komende tijd. Hè? Dus wat dat betreft gaan we dat zien. En ik kijk even naar Floris. Hè? Jij woont tegenwoordig in Amsterdam. Ik heb jou vaak gezien, Ruud gaf al aan, jullie kwamen vaak met Ruud mee. En ik heb jou de afgelopen jaren gezien opgroeien en steeds groter. Je groeide steeds groter. Je studeert nu in Amsterdam aan de Filmacademie. En als ik nu zo zit, denk ik van ja, wat gaat de tijd snel? Wat gaan de jaren snel voorbij? Dat je iedere keer met pa meekwam. Maar ik vind het fantastisch om je hier te zien zitten als Amsterdamse student. Die toch een keer nog mag genieten van het Maastrichtse universitaire academische leven hier. Jullie blijven nog steeds, jullie kwamen vaak mee met pa naar Maastricht. Dat zou ik ook blijven doen. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft, de deur staat voor jullie altijd open. Mijn deur van de kamer, kom langs op het secretariaat. Jullie zijn altijd van harte welkom. Ruud, als Limburgse jong in het Gooi zou ik zeker nog een keer gaat vaker terugkomen naar Maastricht voor de niet-Limburgers. Als Limburger die in het Gooi woont, de deur staat altijd open en kom vooral terug. Je blijft hier bij ons welkom. En als jullie dat deden met de familie, dat vond ik ook heel mooi. Jullie hadden daar een prachtige taakverdeling in. Want dat altijd Irene en Floris, jullie kwamen mee als Ruud onderwijs moest geven. Dus Ruud ging die collegezaal in en jullie gingen de Maastrichtse economie sponsoren wat dat betreft. Dus dat was altijd een hele mooie taakverdeling. Blijf dat doen. Wat me nog rest hier is jou van harte te bedanken. Het is mooi om te zien ook alle contacten die je hebt, dat we een groot cortège hebben hier. Dat er meer niet-Maastrichtse hoogleraren zijn dan Maastrichtse hoogleraren. Vind ik fantastisch dat jullie allemaal, dankjewel, de reis naar Maastricht ervoor hebben gemaakt. Prachtig om te zien. Dat geeft ook wel aan hoeveel ze om jou geven, Ruud. Dat doen wij ook. Hè? Hartelijk bedankt voor al die inspanningen. Voor de accountsopleiding, voor de controlesopleiding namens Harald Hassink en voor de afdeling in de afgelopen 24 jaar namens mijn collega Alexander Brugge, de huidige departementsvoorzitter. Het gaat jullie goed. Ja, daarmee zijn we toch echt aan het einde gekomen van deze academische zitting. Ik wil ook alle mensen die hier aanwezig zijn geweest, dus niet alleen het cortège, maar iedereen in de zaal, heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid. En namens de orator wil ik jullie uitnodigen om nog wat te drinken en na te praten in de refter. En daarbij ook het uitdrukkelijk verzoek om geen receptierijen te creëren. Dus neem gewoon een drankje en al lopend kan het gesprek aangeknoopt worden. Hierbij sluit ik ook deze academische zitting. Dank u wel.